Hoi, ik ben Sophie Luffler en ik geef al een aantal jaren tapdanslessen bij de Muze. Ik vind tapdansen zelf echt superleuk, omdat het een beetje een mengeling is tussen en een dansvorm, vandaar tapdans, maar je bent ook muziek aan het maken met je voeten, dus eigenlijk ook een beetje een ritmische muziekvorm, een soort van drummen met je voeten. Ik geef tapdanslessen aan kinderen, de tienergroep, en aan de volwassenen, dus voor ieder wat wils. De open dag gaat helaas niet door dit jaar, maar daar hebben we iets op bedacht. Ik ga jullie een tapdansoefening leren. Jullie kunnen allemaal lekker meedoen. Maar zorg dat je ergens een beetje ruimte hebt. Ergens in de tuin of in huis. En doe gewoon lekker mee. Jullie hebben geen tapschoenen aan, maar dat hoeft helemaal niet. Ik ga wel die van mij even laten zien. Tapschoenen hebben altijd twee ijzertjes. Het voorste ijzertje, die staat onder je tenen. En je achterste ijzertje bij je hak. Voor de oefening die ik jullie ga leren, de shuffle step, gebruik je alleen je voorste ijzertje. Doen jullie mee? Hartstikke leuk. Ga maar staan. De shuffle step. Voor een shuffle maak je een veegje met je voeten naar voren. Alleen met je eerste ijzertje, dus met je teen. En weer een veegje naar achter. Ook weer met je eerste ijzertje. Dus naar voren, naar achter. En dan zet je hem neer. Dan heb je een shuffle step. Een shuffle step. Kan je met rechts doen. Shuffle step. Maar ook met links. Shuffle step. Doe maar mee. Shuffle step. Shuffle step. Voor, achter, zet neer. Voor, achter, zet neer. Voor, achter, zet neer. Voor, achter, zet neer. Volgens mij gaat dat al hartstikke goed. Top. Gaan we verder. We gaan hem ietsje moeilijker maken. We hebben een shuffle step. Shuffle step. En dan komt de break. Die is shuffle step. Step. Shuffle step. Let op. Ik doe hem eerst één keertje voor. We hebben een shuffle step. Met links. En dan. Die laatste, de break, is dus shuffle step. Step, shuffle, step. Beetje lastig omdat je je evenwicht een beetje moet verplaatsen. Maar dat gaat wel goed komen. Shuffle, step, step, shuffle, step. Doe maar mee. 5, 6, 7, 8. Shuffle, step, step, shuffle, step. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Laatste keer. 5, 6, 7, 8. Ja, ik heb jullie niet kunnen zien, maar als het goed ging, dan gaan we lekker verder. Als het niet goed ging, kan je me altijd natuurlijk even terugspoelen. Dat is het voordeel van online onderwijs. We gaan verder. We plakken het nu achter elkaar. Dus we hebben één keer met rechts een shuffle step. Dan met links. Shuffle step. Dan komt de break met rechts. Shuffle, step, step, shuffle, step. Daar gaan we. 5, 6, 7, 8. Shuffle, step, shuffle, step. Shuffle, step, step, shuffle, step. Doen jullie mee? 5, 6, 7, 8. De break. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. Zullen we hem op muziek proberen? Top. Doe maar weer mee. Ik zet de muziek aan. Ik tel eraf. En daar gaan we. 5, 6, 7, 8. Shuffle, step. Shuffle, step. Shuffle, step, step. Shuffle, step. Nog een keertje. Gaat al heel goed. 6, 7, 8. Shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, step, shuffle, links. Shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, step, shuffle, rechts. Yes.
Nou, dat was alvast een beginnersoefening. Ik hoop dat ik jullie terugzie na de zomervakantie.